9 dagen worden de 2 Nederlandse vrouwen in Panama nu vermist. Maar de massale zoektocht gaat volop door. Een groot deel van het gebied waar de vrouwen zouden kunnen zijn is inmiddels doorzocht. Onze correspondent Sandra Korsjens sprak in Panama met Martijn Vroon, de broer van de vermiste Lisanne. Dit is haar eerste grote reis alleen samen met Christian. Ze is een redelijke huismus, wil ik niet echt zeggen, maar wel thuisgebonden. Dit was ook een hele grote onderneming voor haar. Ze had al weken van tevoren een planning gemaakt over hoe de reis eruit ging zien. Ze had alles tot in detail uitgewerkt, omdat ze zeker wilde zijn dat er niks fout ging. Maar dat ging het helaas wel. De vrouwen werden nog gezien toen ze dinsdagmiddag deze taalschool in het plaatsje Boquete verlieten. Wat er daarna precies is gebeurd is niet duidelijk. Op internet wordt druk gespeculeerd over allerlei mogelijke scenario's. Alle informatie die binnenkomt en relevant is, wordt doorgespeeld naar de autoriteiten hier. En voor de rest, ik weet hoe dingen zoals Facebook gaan en wat mensen op internet zeggen. Ik hecht niet aan alles evenveel oordeel. En dat laat ik maar een beetje links van me gaan. De dingen die relevant zijn, pikken we eruit en de rest laten we voor wat het is. De broer van Lisanne vertrok afgelopen weekend naar Panama. De ouders van Chris zijn sinds dinsdag ook in Boquete. Waarom ben je naar Panama gekomen? Dat hebben we natuurlijk uitgebreid met de familie overlegd. Wat zou ons aandeel zijn in Panama? Het voornaamste is dat wanneer die meiden gevonden worden, dat ze een bekend gezicht hebben om naartoe te komen. De politie in Panama denkt nog altijd dat de vrouwen verdwaald zijn, maar sluit andere opties, zoals een misdrijf, niet uit. Gisteren werden er voor het eerst honden ingezet bij de zoektocht. Ja, de zoekactie verloopt goed. We worden continu op de hoogte gehouden over wat ze aan het doen zijn. Echt grootste respect voor deze mensen. Die zijn elke dag de berg ingegaan. Zijn teams overnacht. Die zijn in de berg gebleven 's nachts, zodat ze de volgende dag weer verder konden zoeken. Het materiaal wat ze daarbij gebruiken, de helikopters, sinds gisteren de honden. Het ziet er allemaal heel indrukwekkend uit en we weten gewoon dat ze er alles aan doen om die meiden te vinden. Bent u naar Panama gekomen? We zijn eigenlijk met name naar Panama gekomen omdat we het gevoel hadden dat we in Nederland alles gedaan hadden wat we daar konden doen. En er heel veel aandacht was voor de verdwijning van Chris en Lisanne. En op een gegeven moment hadden we ook het gevoel van dit duurt te lang, wij moeten daar naartoe. En we moeten haar op gaan halen, bij wijze van spreken. En dus daarom hebben we besloten om zaterdag om hier naartoe te gaan. Nou, de eerste beschikbare vlucht was maandag. Dus toen zijn we dinsdag hier in Boquete aangekomen. En wat is nu uw indruk van de zoekacties hier in Boquete? Nou, ik ben er van onder de indruk, moet ik zeggen. Ik heb gisteren gesproken met de directeur van Sinaproc. En als ik zie hoeveel moeite men doet en hoeveel inzet van gespecialiseerde manschappen en politie inzet die gepleegd wordt. Vrijwilligers die helpen zoeken. Iedereen die eigenlijk hier in Boquete en heel Panama mee bezig is. Dat voelt heel goed en ik ben ervan overtuigd dat alles uit de kast wordt gehaald door de autoriteiten hier om ze terug te vinden. Nou zijn er allerlei geruchten in de omloop. Wat vindt u daarvan? Wat vind ik daarvan? De meeste geruchten ken ik niet, want dat volg ik niet allemaal wat er over gezegd wordt. Wat je natuurlijk krijgt is dat mensen gaan speculeren over wat zou er gebeurd kunnen zijn en wat dit en wat dat. En mensen gaan kleine plukjes informatie aan elkaar verbinden die wellicht niks met elkaar te maken hebben. En daar een verhaal van maken omdat iedereen probeert tot een oplossing te komen. Dus wat ik volg is wat zeg maar de autoriteiten en wat als feiten vaststaat om dat met name te volgen en uit te zoeken. En wat dat betreft worden hier ook alle scenario's opengehouden en wordt overal aandacht aan besteed. Wat zijn het eigenlijk voor meiden? Zijn het wereldreizigers? Nemen ze veel risico? Nee, ze nemen zeker niet veel risico. Het zijn verantwoordelijke meiden en verstandige meiden die op zich weten wat ze doen en goed overwogen hebben van waar ze naartoe zouden willen en waar ze vrijwilligerswerk zouden willen gaan doen. En de via organisatie geboekt hebben. Dus op zich was alles geregeld en kon er weinig misgaan. Maar ja, blijkbaar is er dus toch iets misgegaan. Anders dan waren we niet een week aan het zoeken.